Ik ga even geld storten. Dus hij kwam thuis en helemaal over de rode. Er ontbrak op die bon 9400 euro. Wij kunnen helaas niet bevestigen dat uw storting fout is gegaan. Hun hebben gelijk en daar is niet aan te tonen. Af en toe ontvangen wij klachten over geldstortingen bij banken. De meeste mensen zeggen dat er minder geld op de bankrekening is bijgeschreven dan ze hebben gestort. Ook bij Jovanka van Ziel, klant bij ING, gaat het mis. En bewijs dan maar eens je gelijk. Hey jongen, hey. Ik heb een pony gehad, 11 jaar lang, Sjors was zijn naam. Heb ik verkocht naar mijn bijrijdster. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een ander paard. En toen kwam Casparo en hij was liefde op het eerste gezicht. Ja, hè? Voor de aankoop van het nieuwe paard pint Jovanka 9500 euro. Maar de verkoper geeft de voorkeur aan een bankoverschrijving in plaats van een betaling in contanten. Dus dat betekende dat ik het geld natuurlijk weer moest storten. Met het contante geld gaat ze naar een ING-bankfiliaal, waar ze het via een stortingsautomaat op haar rekening laat terugboeken. We stopten het geld in de automaat, in stapeltjes. Alles was op een gegeven moment op uit mijn envelopje. Toen kreeg ik dus het bonnetje met eindresultaat en toen raakte ik in paniek. Het moest 9500 zijn en ik had 91,5. Een verschil van 350 euro. Ze vraagt direct een medewerker om hulp, maar die laat weten niets te kunnen doen. Als Jovanka denkt dat het apparaat een fout heeft gemaakt, is de enige optie een klachtenformulier invullen. Ik had bewust netjes in een envelop gedaan, dichtgeplakt met plakband. Dus het was onmogelijk dat het geld, zonder dat ik het wist, eruit was gehaald. ING antwoordt een paar weken later op de klacht. Uit ons onderzoek blijkt dat u 91,5 in de stortautomaat heeft ingevoerd. Dit is ook het bedrag dat op uw rekening is bijgeschreven. Wij kunnen daarom helaas niet bevestigen dat uw storting fout is gegaan. Eigenlijk kortom van, je bent een leugenaar. Hè? Want zo is het eigenlijk natuurlijk wel. En je kan er naar fluiten. Jovanka laat het er niet bij zitten. Ze stuurt opnieuw een brief. Ik weet 100% zeker dat geld dat echt gestort is. Er moet bij hun 350 euro te veel zijn geweest. Dat is anders, het is niet verdwenen. Maar ING is onvermurfbaar. De afdeling die uw klacht heeft behandeld, blijft bij haar standpunt. Daarom is uw klacht doorgestuurd naar de directie. U krijgt binnen 6 weken een reactie. Eigenlijk word je gewoon bestolen van het geld waar je zelf hard voor gewerkt hebt. Ja, je voelt je heel erg machteloos. Want het is jouw woord tegen het apparaat, hè? Ik ben blij dat ik hem natuurlijk heb. Maar het was daardoor natuurlijk wel een nog duurder paard. Door de ING. Doei jongen. Adriaan Tel is hier. Hij is directeur cash bij ING. Fijn dat u er bent. Ja, mevrouw zegt, ik heb het gevoel dat ING mij een leugenaar vindt. Wat vindt u daarvan? Reageert u daar eens op? Nou, allereerst vind ik dat vervelend om te horen dat de klant ervaart alsof wij zouden stellen dat ze een leugenaar zou zijn. Dat is zeker niet het geval. En ik begrijp dat ze ervaart van ik stel een bedrag is een storting en de bank geeft een ander bedrag aan. Juist om in deze situaties te borgen dat we heel zuiver het kunnen terugkoppelen, hebben wij de apparaten zo ingericht dat die precies bijhouden wat er gebeurt. Ja, wat vertelt u dat eens? Wat doen jullie wanneer deze mevrouw bijvoorbeeld zich bij u meldt met dit verhaal? Op het moment dat deze mevrouw zich bij ons meldt of bij ergens iemand in de kantoor, dan wordt daar een klacht van aangemaakt. Dan onderzoeken we onder andere hoe de hele storting verlopen is. De machine houdt eigenlijk bij wat hij doet. Dus de machine houdt bij dat hij zegt van pas ingestoken tot en met bij spreken de storting is helemaal afgerond. Dus ook wat dat is er de zogenaamde gebeurd. Logrol. De zogenaamde logrol die precies vertelt op de seconde en de minuut na wat er is gebeurd en welke transacties hebben plaatsgevonden. Op die manier kunnen wij juist teruggeven op een zuivere manier wat er in de automaat is gegaan, wat hij ermee heeft gedaan en wat uiteindelijk dus de opbouw van het stortbedrag is wat wij bijgeschreven hebben. Ja, is dat voldoende, Rogier de Haan, ombudsman? Nou ja, voor Jovanka uit het filmpje duidelijk niet.
En ik moet wel zeggen, 999 van de 1000 keer, vaker misschien nog wel zelfs, is er ook geen enkel probleem, hè, met het storten. Mm-hmm. Alleen deze transacties vinden zo vaak plaats dat er veel meer van deze personen zijn. Elke dag wel een paar. Die zich bij jullie melden. Die dus eigenlijk zich weggezet voelen als een leugenaar. En ik snap heel goed dat ING dat helemaal niet zo vindt en bedoelt. Maar dat heb je wel als er twee van deze werkheden tegenover elkaar komen te staan. En dan is het inderdaad, ja, mijn woord tegen dat van het apparaat. Ja. Daar zit het ook in. Precies, want het is die logrol, hè, die net werd beschreven hoe dat gaat, die speelt dus een heel belangrijke rol bij de beoordeling van de klacht. In het geval van het echtpaar Siebesma roept die logrol juist behoorlijk wat vragen op. Ik heb bij de politie gewerkt. Ik heb wat dingen meegemaakt in mijn werk, waardoor ik een PTSS opgelopen had. Ik heb daarvoor een smartegeldvergoeding gekregen en een schadeloosheidsvergoeding gekregen. Voor een groot geldbedrag. Hij heeft daar 25 jaar voor moeten knokken. Maar eind 2019 is dat gelukt. Meneer en mevrouw Siebesma gebruiken het geld om hun huis en tuin aan te passen. Meneer kreeg ook nog de ziekte van Parkinson. Het geld dat ze overhouden bewaren ze in een kluisje bij de ING-bank. Maar als deze kluisjes worden opgeheven, storten ze het geld op hun bankrekening. We hebben toen meteen, toen we het uit de kluis gingen halen, hebben we meteen een bedrag gestort daar op de rekening. Maar dat kon niet meer, dus de rest moest weer mee naar huis. Omdat er een maximum zit aan het bedrag dat je dagelijks via een stortingsapparaat kunt bijschrijven, gaan ze een aantal dagen op rij naar de bank om te storten. En toen het laatste beetje, dat zei hij 's morgens, ik ga even geld storten. Ik zei ja, dat is goed. Dus hij kwam thuis en helemaal over de rooien. Want het was niet goed gegaan. Meneer Siebesma neemt 3 enveloppen mee. Met keurig voorafgetelde bedragen. In totaal, om precies te zijn, €36.750. Bons omdat ik een bedrag gestort had van €27.350. Er ontbrak op die bon €9.400. Dat weten we 1000% zeker. Dus hij heeft meteen een medewerker erbij geroepen. En die zegt, nou, dat is geen probleem, want het ligt in de stortbak. Dat komt er wel uit. Dus ze hebben een klacht ingediend meteen samen bij de ING. ING lijkt de fouten erkennen. Alsnog wordt het ontbrekende bedrag van €9.400 op hun rekening bijgeschreven. En een week daarna was het er weer af, hadden ze het weer teruggehaald. Er volgt een brief. Er zou geen fout geconstateerd zijn. Het door het apparaat getelde bedrag van €27.350 klopte. Wij kunnen helaas niet bevestigen dat uw storting fout is gegaan. Bent u niet tevreden met de uitslag van het onderzoek, kunt u in beroep gaan. En uiteraard hebben we dat gedaan. ING stuurt nu bewijsmateriaal op. Een uitdraai van het bewuste apparaat, de zogenaamde logrol. Er staat van seconde tot seconde op wat er gebeurt in die machine. En er zijn een heleboel vraagtekens gewoon. 9:54:37, recycler 50, high full. Dan denken wij, betekent het dat die vol is? 9:59:41, er is een hardwareprobleem geconstateerd bij het aanbieden van de biljetten. Not booked. Ja, en dan vragen wij, wat betekent dat not booked? En daar krijg je nooit antwoord op. Letterlijk vertaald. Ja, niet geboekt. Dat denken wij dus ook, niet geboekt. Dus we willen uitleg gewoon. Maar dat gebeurt gewoon niet. Hun hebben gelijk en daar is niet aan te tornen. Ja, meneer Tel, een zogenoemd hardwareprobleem zou je kunnen zeggen. Termen als not booked, high full. Je denkt als klant toch dat de techniek hier hapert? Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om een logrol te lezen en meteen ook te interpreteren. De gedachte dat de apparaat niet goed gefunctioneerd heeft. Het apparaat communiceert continu wat hij doet. Dus een aantal van die termen, ik zou hem hier helemaal uit kunnen leggen, maar bijvoorbeeld de not booked is. Er zijn biljetten ingekomen die ik niet als dusdanig herken. Die geef ik aan u terug. Op het moment dat u ze niet uitneemt, geeft hij een probleem. Want dan kan hij niet verder. Want hij zegt, u moet de biljetten uitnemen. Maar ze zijn natuurlijk not booked, want hij is niet.
Ja. En dat in die logrolbeschrijving, wij doen ook een brief bij de logrol, want we snappen dat die moeilijk te volgen is, staat uitgebreid beschreven. Zeg maar, hoe lees je deze logrol in minuten en handelingen? Maar dat is voor mensen heel ingewikkeld, hè, Rogier? Nou ja, kunt u zich voorstellen dat dit juist meer wantrouwen opwekt, hè, als u als enig bewijs eigenlijk, hè, voor wat er is gebeurd tijdens die storting, die logrol dan gebruikt? Ja. En daar staan dit soort dingen in. Het is pure geheimtaal, maar wat je eruit kan halen, hè, dat zien we in het filmpje, is not booked. Ja. En je weet ook niet wat er wel in hoort te staan, maar er niet in staat. Het is helemaal het bewijs dat jullie leveren, waar ik niks mee niks aan kan doen. Het overgeleverd aan het apparaat toch weer. Ja. Mensen voelen zich overgeleverd aan het apparaat en denken gewoon, de ING neemt ons niet serieus. Ik kan me voorstellen dat dat zo overkomt op de klant. Of dat de klant dat zo denkt. Het tegenovergestelde is eigenlijk waar. Wij nemen de klant en elke transactie die een klant bij ons doet uiterst serieus. Daar richten we hele goede apparaten voor in. En een procedure, juist in deze gevallen, om stap voor stap te kunnen aantonen hoe is die storting verlopen. Maar Rogier, wat kunnen mensen doen die in deze situatie verzeild raken? Ja, bar weinig dus. Want er staat een klachtprocedure bij het Kifid open. Geschillencommissie voor de financiële dienstverlening. Maar die heeft al op de website staan. Ja, als je hierover klaagt, over stortingen, ja, dan is die logrol, dat is het bewijs. En we hebben nog nooit de klant gelijk gegeven in dit soort zaken. Dus ja, daar sta je dan. En wat betekent dat nu voor deze mensen? Wat kunt u voor hen betekenen? Want zij wijzen nu allebei eigenlijk richting ING. Inderdaad, wij zien dat zij allebei de conclusie van en de onderbouwing waarop wij zien dat de storting is geweest en hoe die tot stand is gekomen en dat het bedrag wat wij geboekt hebben als ontvangst van storting klopt, daar blijft dat verschil in perceptie van wat heb ik gestort en wat heb ik bijgeschreven gekregen. Die discussie die is helder. Wij zien natuurlijk ook deze unieke situatie. Dit is toch een andere situatie hiermee. En voor dit geval hebben wij voor deze twee klanten besloten daarin een tegemoetkoming te doen. Dat betekent dat u het geld teruggeeft? Ja. Zegt u mee dat u ze wel gelooft? Kijk, ja. Natuurlijk. Toch? Dit is altijd een overweging, want het is een dilemma. Anders geef je het geld niet terug. Per definitie geloven wij klanten. En wij geloven klanten. Voor klanten is geld heel belangrijk. Vandaar dat wij ook de processen zo goed inrichten. Dus het is niet een kwestie van wel of niet geloven. Het is wat kunnen wij aantonen. Goed, het goede nieuws is dat ze hier in ieder geval het geld van u terugkrijgen.